In een woning aan de Van Lennepstraat in Alphen aan de Rijn heeft donderdagochtend brand gewoed. Het vuur brak rond 21:15 uit. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om de brand te blussen. De bovenverdieping van de woning is zwaar beschadigd. Volgens getuigen is de brand mogelijk ontstaan door een hennepkwekerij in de woning. Op de Lotsweg in Den Horen is donderdagochtend vroeg een auto te water geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit omdat niet bekend was of er nog mensen in de wagen zaten. Duikers van de brandweer troffen niemand meer aan. De auto werd uit het water getakeld. De politie Hagelanden en het Openbaar Ministerie zetten videowebsite YouTube in om verdachten op te sporen. De politie hoopt meer mensen in de regio Hagelanden te bereiken door opsporingsfilmpjes op het videokanaal te zetten. Met name jongeren gebruiken internet als informatiebron. Daarom vindt de politie het belangrijk om ook op internet zaken aan te bieden. De pretparken in de regio hebben op Hemelvaartsdag goede zaken gedaan. Attractiepark Drievliet in Den Haag trok door het mooie weer veel bezoekers. Ook in het Archeon in Alphen aan de Rijn was het drukker dan normaal op Hemelvaartsdag. Veel bezoekers wisten het archeologisch themapark te vinden. Een woordvoerder van Duinrel in Wassenaar liet weten dat het in het park niet drukker was dan op andere dagen.